We zijn op de Hetgang in Eindhoven. Hier op het trainingscomplex van PSV speelt vanavond het Nederlands elftal onder 15 jaar een oefenwedstrijd. Het jongste Oranje team neemt het op tegen Servië. Een van de Nederlandse internationals is Nazario de Vretes uit Middelburg. Hij draagt vandaag in zijn derde interland het oranje shirt met rugnummer 10. Het is fantastisch dat je voor Nederland mag spelen. Je leeftijdscategorie in het Nederlands elftal mag vertegenwoordigen. En het is prachtig om in het shirt te spelen. En dan sta je ook met kippenvel op het veld nog steeds als je dat Wilhelmus klinkt. Ja, altijd. Blijft altijd wel zo, denk ik. De 15-jarige Nazario werd al op jonge leeftijd gescout door Sparta en pendelt al sinds zijn 8e heen en weer tussen Middelburg en Rotterdam. Hij is linksbenig, snel en kan op meerdere posities worden ingezet. Sparta Rotterdam koestert hem. En Nazario weet heel goed wat hij wil. En die is heel erg bewust met zijn ontwikkeling bezig. Dus dat kenmerkt hem. En dat heeft hij eigenlijk altijd al heel lang gehad. En dat heeft hij nu nog steeds. Dus hij is zich continu aan het ontwikkelen en is daar heel erg bewust van om uiteindelijk de top te willen halen. Hij is een rustige jongen die gewoon aan zijn toekomst werkt en gewoon elke dag hard werkt. Hoe begeleiden jullie hem daarin? Op verschillende manieren, met verschillende mensen. Uiteraard natuurlijk zijn eigen trainstaf is van belang, maar ik zal daar ook op de achtergrond een rol spelen. Meestaf die daar een rol in speelt. Eigenlijk alles om te zorgen dat, dat hij alles meekrijgt om uiteindelijk dat mooie vak profvoetballer voor elkaar te krijgen. Want die droom jaagt Nazario na. Hij wil het maximale uit zijn voetbalcarrière halen. Volgens Lennart van Ruiven is de kans groot dat Nazario slaagt als profvoetballer. Nou goed, het laat duidelijk zijn op het moment dat je nationaal onder 15 nu speelt. Dan moet er een route richting, ik noemde het net al even, richting het eerste elftal ingezet worden. Dat is ook nog wel een lange weg, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Dus je hoeft de statistieken maar op na te slaan dat spelers die bij nationaal onder 15 hebben gespeeld niet allemaal profvoetballer zijn geworden. Dus daar zijn we ook heel kritisch in. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel de voorwaarden en met name ook de drijf en zijn persoonlijkheid. Dat is een absolute plus bij hem, los even van de voetbaltechnische kwaliteiten, om uiteindelijk ook de top te halen. Als het over zijn toekomst gaat, laat Nazario zelf liever zijn voeten spreken. Nou goed, je speelt voor veel publiek hier zo. Er zitten heel veel scouts op de tribune. Je naam staat op heel veel lijstjes. Hoe ga je daar zelf mee om? Ja, ik laat het allemaal om me afkomen en het is mooi dat ze komen, maar ik zie wel wat er gaat gebeuren. Terug naar de wedstrijd. Servië is geen partij voor Oranje dat al voor rust aan een ruime voorsprong bouwt. Het openingsdoelpunt is van Justin Kluivert, zoon van voormalig profvoetballer Patrick en tegenwoordig assistent van bondscoach Louis van Gaal. Peter van Dort, de coach van onder 15, heeft van tevoren aangegeven dat Nazario maar één helft speelt. Hij wil vanavond zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Nederland wint uiteindelijk met 6-1.